Aan de Hertweg in Mil is sinds kort De Stek te vinden. Een locatie met werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een initiatief van Jeannette en Mark van Gaal Reinders. Op tweede Pinksterdag organiseerden zij ook de Bonte Plumarkt. En iedereen kon op deze dag spulletjes verkopen. Tevens werd De Stek in Mil officieel geopend en kon iedereen kennis maken met hetgeen zij zoal te bieden hebben. Ook de camera van Omroep Land van Kuik nam er een kijkje.